Dan gaan we nu naar een straatpraatje. En dat gaat over Feyenoord en Ajax. Wat vindt u ervan dat Feyenoord-Ajax hier speelt? Nou, breekt me de bek niet open. Ja, dat gaat toch veel te veel kosten nu? Ja. Vindt u dat zelf? Ja, natuurlijk. De gemeenschap moet het ophoesten. Ja. Zal ik maar zeggen, belastinggeld. Ja. Nee, dat is niet normaal. Ik denk dat het tonnen gaat kosten. Ik zag vanmorgen de kranten lezen, er komen al 500 man. Speciale politie. Dat is alleen de speciale al. Dat zijn nog ineens de supporters, dat is alleen de politie. Klopt. Ja, de politie mag alles eromheen. Dat is groter dan de mensen die in de Kuip zitten, denk ik. Maar dat doen ze waarschijnlijk niet voor niks. Ja, hoe bedoelt u? Oh. Dat er zoveel man macht aan de pas moet zijn. Tuurlijk, de veiligheid. Ja. Nee. En wat denkt u dat Feyenoord, wat de score zal zijn? Ja, ik hoop voor Feyenoord natuurlijk. Ik ben wel pas verhuisd naar Barendrecht, maar ik blijf een Rotterdammer. Ja. En na afloop, denkt u dat het dan rustig zal zijn? Of? Nee, ja, dat legt ook aan de uitslag. Ja, als Feyenoord gewonnen heeft. Nou, als Ajax gewonnen heeft, wordt het nog erger, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk, als Feyenoord gewonnen heeft, dan worden ze toch meestal afgevoerd. Ja, de heer Kerser van de KNVB die had het er al over om dan maar helemaal uit de Kuip weg te gaan. Maar welke andere stad wil nou zo'n finale hebben? Ik denk nergens meer. Daar zitten ze, laten we zeggen, in Enschede ook niet op te wachten. Of in Eindhoven. Nee. Ah ja, ik vind het prettig, maar ja, met die criminelen wat hier gaat gebeuren. Dat is, vind ik, een beetje, gaat hij ons hier die hele wedstrijd. Dat is alleen bij Feyenoord-Ajax? Ja, bij Feyenoord en Ajax. Of Ajax-Feyenoord. Ja. En wat vindt u ervan? Ik vind het lekker leuk, joh. Lekker. Lekker gezellig. En wat denkt u dat ze gaan scoren? 2-1. Voor Feyenoord? Wie anders dan? Zeker weten. Ja, toch? Gelijkspel. Gaat hij verlengen. Dus een gelijkspel en verlengen? Verlengen, ja. Oké, wat denkt u daarvan, meneer? 1-0 is genoeg voor Feyenoord. En denkt u dat het verder rustig hier zal blijven? Nee hoor, denk ik. 2 dagen van tevoren hier. 2 dagen van tevoren? Ja, want die gaan ze hier een hotel huren. Dan gaan ze hier overblijven. Denkt u? Ja hoor. En u denkt dat het gewoon rustig blijft? Ja, wel, moet hoor. Gewoon, zeker weten. Ja. Wat heeft hij gezegd? Goed doorgaan. Ja, maar zonder ruzies natuurlijk. Zonder ruzie. En dat is de wedstrijd toch afgelast. Nou, dan kun je beter op mijn man vragen. Dan zullen we dat even doen. Wat vindt u ervan dat ze hier spelen? Dat ze nog moeten spelen, waarom niet? En wat denkt u dat ze Feyenoord gaat spelen? Welke, wat u net zei? Ja, Feyenoord wint. En met hoeveel denkt u? 3-0. En denkt u na afloop dat het dan rustig zal zijn? Of hier... Nee, daar geloof ik niet in. Nee, daar geloof ik niet in. Nou, maar we hopen het van wel, hè? Ja, wij hopen het voor wel, maar ik geloof er niet in. Ik snap het niet zo goed. Omdat de ene keer wordt gezegd allebei zonder supporters. Ja. En omdat het nou ineens een grote wedstrijd is, ja. Moet het wel ineens kunnen. Nee, de mensen die gewoon hun straf moeten uitzitten wat dat betreft, gewoon die straf geven. En de mensen die wel normaal kunnen doen naar binnen. En wat vind je, wat denk je dat het na afloop zal zijn? Ik weet dat mijn kinderen binnen zijn en dat mijn vent niet ergens daar... En wat denk je dat de score zal zijn? Dat is mijn laatste. Ajax wint altijd, dat is lullig van het verhaal. Ja, dat is lullig van het verhaal. Nee, ik ben natuurlijk voor Feyenoord, maar... De stand? Ja, dat hopen we. We hopen dan 2-1. Oké, nou. 2-1 voor Feyenoord. Oké. Okay. Je zegt het echt heel voorzichtig. Je zegt het... 1-0 voor Feyenoord, hij zegt 2-1 voor Feyenoord. Oké. Ik zeg hou bij 1-0 Feyenoord. Dat ligt er ook wel voor een dag. Een zondag. Dat is hartstikke leuk. Want dat werkt er zeker niet. Juist. Daar heb ik ook tijd om te kijken. Ja. En wie denkt u dat er gaat winnen?
dat wordt Feyenoord natuurlijk. Mooi. En wat denkt u na afloop als Feyenoord hebt gewonnen? Dat het heel saai wordt. Ik ben de Rotterdammer, Feyenoord. Hoeveel denkt u dat ze gaan winnen? 2-1. En na afloop als Feyenoord 2-1 heeft gespeeld, wat denkt u dat er dan gaat gebeuren? Ik weet dit. Nee. Maar ik zeg 2-1 is Feyenoord winnen. Lees het nog. Feyenoord hoor, Feyenoord of Ajax. Lees het nog. 1. En AZ 1, 3. Neemt de vierde plaats. Voor wie? Ajax. Feyenoord moet gaan winnen natuurlijk. En hoeveel denk je dat ze gaan winnen? Nou, 3-1. Meer of voldoende toch? Ja, zeker weten. En wat denk je na afloop, als het afgelopen is? Hoe zal het zijn buiten de... Ja, Feyenoorders hoop ik positief te zijn. Maar de Ajax-Ajax-Ajax-Ajax-Ajax ben ik een beetje bang worden. Feyenoord. En met hoeveel denkt u dat hij gaat winnen? Hoeveel doelpunten? 2-0. 2-0 voor wie? Voor Feyenoord. Oké, okay, en na afloop, wat denk je dat er dan gaat gebeuren? Zal het rusten? Rellen, denk ik. Ja? Ja. En bent u op zondag open of niet? Nee. Lekker aan de buis. Hoe heet je? Rajis. Ik ben Panjic. Volgende week speelt Feyenoord Ajax. Wat vind je daarvan? Best wel een mooie wedstrijd. Schitterend. Alles wordt een hele spannende wedstrijd. En je hoopt natuurlijk dat Rotterdam gaat winnen. En wat denk je als ze gaat winnen? Hoeveel gaat het worden, de stand? Ik ga zachtje eerste helft, doe me vragen voor mij 0-0. Mm-hmm. Doe me voor mij Feyenoord 2-1. Ja. 90 minuten spelen, maar 93 minuten. Ik blijf hem voor Feyenoord winnen 2-1. Ik hou niet ruzie en ik hou netjes klaar of klaar losmaken. Mm-hmm. Ik hoop te winnen en de rest is klaar. Ik ben Mertjan. Volgende week speelt Feyenoord Ajax, wist je dat? Ja, dat wist ik zeker. En wat vind je daarvan? Ik vind het heel goed van hen, want vorig jaar hadden ze helemaal geen kans om naar de finale te gaan. Mm-hmm. Maar dit jaar hebben ze door Mario Been zijn ze ver gekomen. En wat denk je dat ze gaan scoren, wat de doelpunten zullen zijn? Ik denk dat Ajax wel gaat winnen, want ze spelen beter. En ze hebben betere spelers dan Feyenoord. Maar kijk, hun hebben... bijvoorbeeld een betere trainer, maar toch. Feyenoord moet hun best doen en Ajax wint heel veel meer wedstrijden dan Feyenoord. Dus hun hebben meer kans, maar misschien wint Feyenoord ook. Ja. En hoeveel denk je dat de score zal zijn, de stand? Volgens mij 3-1. Voor? Ajax. Echt?